Hoi, en wat super leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. Er staan drukke weken op de planning. Het is nu tot aan de kerst gewoon echt zo enorm druk, maar ook zo enorm leuk. Ik was echt zo blij van deze periode. Ik vind het zo leuk om te doen. En ja, er wordt gewoon heel veel besteld. Heel veel positieve reacties van jullie, dus echt super leuk. Deze week neem ik jullie ook weer mee in een drukke week. En ik wil jullie nog een en ander laten zien aan kerststukjes. Dus ik zou zeggen, kijk gezellig mee. Voordat we verder gaan in deze week, heb ik eerst een heel leuk pakketje binnengekregen. Als jullie me een beetje kennen, dan weten jullie dat ik gek ben op alles wat glimt, glittert. Sieraden vind ik gewoon echt super leuk. En ik werd benaderd door dit bedrijf om samen te werken. En ja, daar kon ik gewoon geen nee tegen zeggen. Want nou zou je denken van, wat heeft dat te maken met bloemen? Nou, dat ga ik jullie laten zien, want ik vond dit ook heel erg passend voor jullie. Van Ana Luisa heb ik ook mooie sieraden gekregen. En ik heb al eens een keer eerder met hun samengewerkt. Ik heb toevallig nu ook wat van hun in. En die kwaliteit is gewoon echt heel goed. En ik zag dat ze collectie hadden. En toen dacht ik, oh, dit wil ik ook met jullie delen. Want ik weet zeker dat jullie dit ook leuk vinden. Het is een collectie met heel veel bloemetjes. Ze hebben echt nog veel meer. En ik zag dat ze nu ook veel zilveren sieraden hadden. Maar kijk dan hoe tof. Deze heeft kleine hangertjes met bloemetjes. Ik heb echt allemaal sieraden met bloemetjes. Ja, dat past gewoon bij mij. Daar heb ik ook een ketting in. Ook echt heel tof. Daar heb ik helemaal een setje in. Even kijken, ik had er ook een armbandje van. Ook echt heel leuk. En ze hebben deze, volgens mij, deze variant ook nog in een ketting. Die vond ik ook heel leuk. Nou, ze hebben echt heel veel leuks. En ik ben gewoon, ik heb ook eerder met hen samengewerkt en de kwaliteit van hun is gewoon echt heel erg goed. En ja, dat maakt natuurlijk alleen maar leuk, hè. Deze vind ik ook echt heel leuk. Deze is ja, iets verfijnder, vind ik. Even kijken of hij het zo goed doet. Hier zit alweer een klein steentje in. Ik ga het straks ook even indoen, dan kunnen jullie het zien. Want dit past ook allemaal weer leuk bij elkaar. Even kijken welke... Hier zit nog wat in, want daarin heb ik ook nog een... armbandje. En ik weet dat ze deze ook in een ketting hebben. Ja, en hoe leuk is dit om bijvoorbeeld met kerst cadeau te doen. Even kijken of die hem scherp zal. Ja, het is zo'n fijn ding. Nou, ik ga het even allemaal omdoen. Dan kunnen jullie het even goed zien. Ik ben er echt super blij mee. En ze hebben echt tot aan januari hebben ze echt hele leuke kortingen. Met kerst hebben ze ook leuke kottingen. Dus ja, dat is sowieso natuurlijk leuk. Daar houden we van. Even kijken. Volgens mij hebben ze, als jullie deze video kijken, als die online komt, hebben ze holiday sale. Oh, dit is echt mooi. Kijk, echt heel leuk. Ik heb hem nou niet op straks en niet op losse, dus je kan hem nog wat verstellen. Ja, echt mooi. En dan de oorbelletjes. Ik zal de linkjes van alle sieraden hieronder in mijn beschrijving zetten. Oh ja, ik heb deze ook nog één. Die komt ook van hun trouwens. Dat zijn deze. Die zijn ook echt heel mooi. Die heb ik echt al heel veel gedragen. En ondanks dat is echt de kleur nog mooi. De steentjes zitten nog mooi in. Dus de kwaliteit is echt heel goed. Ik heb nog een ander setje van hun. En die heb ik ook regelmatig gedragen. Maar dit is wel die wat ik vandaag ook in had. Dat vind ik een wat luxe setje. Dus ik pak heel snel voor die. Ik ga zo even allemaal alles even omdoen en indoen. Want dan anders zitten jullie zo lang te wachten tot ik alles in heb. En dat is niet heel interessant om naar te kijken volgens mij. Nou, en dan is dit het geworden. Ik vind het echt heel leuk. Ik wil eigenlijk nou in die achterste ook nog eentje met bloemetjes. Maar je wordt er gewoon zo hebberig van. Ik vind het gewoon zo leuk. Ik ben er gewoon heel gek op. Laatste draag ik ook steeds meer goud. Dus dat vind ik ook leuk. Maar ze hebben ook zilveren sieraden. Ja, deze is ook gewoon echt heel mooi. En dit is ook echt prachtig. Deze vind ik vooral echt heel erg leuk. En deze is gewoon echt heel luxe. Ja, ook mooi. Past ook leuk. Allemaal leuk te combineren bij elkaar. En ze hebben dus nu hele leuke kottingen. Dus misschien dat ik er zelf nog wel even iets bij ga bestellen. Ja, ik vind het gewoon allemaal heel erg leuk. En het is heel snel in huis. En ze verzenden naar allerlei landen. Dus waar je ook woont. Ik weet dat ik ook veel kijkers heb vanuit Nederland, België, Duitsland. Zijn vooral mijn kijkers. Maar of je ergens anders woont. Ze versturen naar heel veel landen. Dus mocht je dat leuk vinden. Neem even een kijkje. Ik zal het linkje hieronder neerzetten. En ja, dan gaan we nu vooral verder
met het werk. Gauw aan de slag, want ik kan wel blijven lullen op alles wat ik leuk vind. Maar het is werk aan de winkel. Goedemorgen. Het is tijd om naar de groothandel te gaan. Ik heb heel veel bloemen besteld, dus als het goed is staan die voor mij klaar. Dus die ga ik ophalen en ik heb nog een paar andere dingen nodig, dus gauw die kant op. Ik heb er weer zin in vandaag. Ik heb gisteren echt leuke video's opgenomen van nieuwe DIY-video's. Vanaf, zeg dat goed, 28 november, dus dat is de eerste maandag in de week van 1 december, komt er ook elke maandag een extra video online. Dus superleuk, 3 video's tot aan de kerst. Ik heb er helemaal zin in, dus nou ja, goed, gauw die kant op naar de groothandel. Zo, ik heb de krans van de DIY video aangepast met iets rood. Ik ga er nog een paar rode balletjes in doen. En zo kun je zien hoe je met je basis eigenlijk heel snel iets kan veranderen. Dus je eigen kleur erin aan kan passen. Heel erg leuk. Prachtig, is een bestelling. En dan ga ik nog een bestelling maken. Zo, tijd om de pallet te gaan uitpakken. Zo, allereerst iets van PT&D. Ik weet even uit mijn hoofd zelf niet meer wat er allemaal in zit. Hoe zit er hier in dan? 4 stuks. Per box. Oh ja, ik heb leuke vaccines besteld. Ja, dit, oh, er gaat even iets af. En, oh, die zijn echt goed gepakt. Ja, dit is mooi. Dit is heel mooi. Kijk hoe tof. En hij is van binnen helemaal glas. Dus je kan er eventueel ook een toefje in doen. Of een bloemetje. Of... Als je al gelijk ziet hoe dit dan weer verpakt is. Die verpakken dat ook gelijk hoor. Leuk, leuk. Dus dat is die. Ik ga het gelijk even naar binnen brengen. Deze is ook van PT&D. En deze is ook per stuk verpakt. Echt ideaal. Kijk, het is zo'n kartonnetje omheen. Dan zit heel veel inpak bij. Ja, deze zijn ook geweldig. En volgens mij heeft deze meerdere kleuren. Ik denk dat deze heel mooi is als je een kaartje doet. Want je kan nu al een beetje zien wat het in het licht doet. Heel stoer. En past natuurlijk in elk interieur. Het is een beetje bruinachtig. Een beetje die natuurtinten. Heel erg tof. Ik ga alles toevoegen aan de webshop. Dus je kan bestellen als het online staat. Gelijk weer. En dat zijn dus allemaal echt hele mooie merken. Dit was PT&D. Maar wel echt voor een leuke prijs. Dus niet dat je die hoofdprijs betaalt. Dus dat is heel leuk. Oh ja, dit is leuk. Dit is van DIY voor Advent. Ik weet niet of jullie deze vlog kijken als je dan al online staat. Maar het is het industriële. Heel goed verpakt. Kijk, en het leuke is dat je hem zelf kan bepalen hoe je neerzet. Dus daarin kan je ja, DIY pakket een heel apart kleur, ik zie een keer de hond voorbij. Een aparte sfeer geven. Oh, dit is ook leuk. Oh, dit is ook echt heel mooi. Kijk nou. Geweldig. Dit is ook een vaccine, maar kan je ook gebruiken als vaasje. Dus ook van glas binnenin. Ja, echt leuk. Van PT&D ook.
Ik weet niet of jullie het goed horen, maar ik sta dus nu buiten uit het pak heen. En er gaat hier echt een zwerm gans overheen. Niet normaal. Benieuwd wat hier in. Oh ja, leuk. Dit is ook voor een adventstuk. Oh, die zit ook alweer zo goed verpakt. Ik word er echt blij van als het zo goed verpakt is. Zoals jullie weten, verpak alles heel goed. Dus als het al voor me is gedaan, dan is het heel erg. Kijk. Hoe tof. Ook voor advent. Oh, leuk. Ik heb zin om hiermee aan de slag te gaan. Ik ben helemaal enthousiast. Ik weet alweer wat het is. Ik weet dat jullie wel heel veel van natuurlijke stukken houden. En dan kan je natuurlijk zelf heel veel kleur in kerstdingen aan toevoegen. Dit heb ik vorig jaar ook gehad. Toen waren ze heel snel uitverkocht. En nu, dit is een soort gelijke. En die wil ik ook voor een DIY pakket gaan gebruiken. Kijk hoe leuk. Ook leuk van de kerstboom trouwens. Hangers met hoorn, schedel, hoe noem je het ook weer? Gewei. Ik kwam er even niet op. En die wil ik in een DIY pakket gaan gebruiken. Ook voor DIY pakketten, kerstbomen. Dit wil ik in bloemstukken gaan gebruiken. En die heb ik in verschillende maten. Heel leuk. Mooi neutraal groen. Deze had ik vorig jaar soortgelijk in het goud. En toen waren ze heel, heel, heel snel uitverkocht. Nu heb ik gekozen voor zilver. Mooi neutraal. Echt hele mooie kerstballen die ik ook dus weer wil gaan gebruiken in het DIY pakket. Dus ik heb een mooie grote voorraad. Ik heb voor alle kerstpakketten echt grote voorraden gedaan. Zodat ik zoveel mogelijk mensen blij kan maken. Ik hoop dat het dan echt genoeg is, omdat het toch elke keer is uitverkocht. Maar ja, ik heb ook niet meer handen, dus ik kan ook niet meer inpakken. Goed, volgende. Oké, daar ben ik weer. Er viel even een doos om, dus dat viel me gewoon mee. Maar hier ben ik ook enthousiast over. Dan denk je, wat is het? En hier kan je mooi een kaartje in doen. En ik heb hier een heel leuk DIY-idee mee. Dus dat komt binnenkort. Heel tof. Mooie kleur ook. Dat is die. En dan heb ik mijn mesje ergens neergelegd. Even kijken. Oh, hier staan ook op een doos. Zo. Die ook echt. Ik denk ook weer een schilderij. En wij zijn hele mooie schalen. Het voelt echt af. Het is wel wat fris. Oh, fijn. Oh, sorry, jullie zagen me niet meer. Die zijn ook per stuk verpakt. Oh, ik heb het blij van. Ja, per stuk verpakt. Oh, kijk dan. Dat is toch handig. PTMD. Van DIY. Heel mooi. Kijk nou. Dit wil je. Leuk. Met mijn amarillas. Ook mooi. Midden. Ja, echt. Dit wil je toch? Kijk dan hoe tof. Ga ik echt iets leuks mee maken. Zin in. Dan hebben we deze beauties. In het wit. Met een, ja. Het is geen zilver en het is eigenlijk geen goud. Wat er aan glittertjes op zit. Ik denk dat ze heel mooi is. Dus deze weer brand. Ook van PTMD en die heb ik ook in het bruin. En er ligt me iets van bij dat ik deze ook even in een andere maat heb. Maar dat zien we op de webshop. Misschien straks kom ik ze nog tegen. Ook heel tof. Ja, het is een soort pantenprintachtig iets. Dat kan je ook niet helemaal zo noemen. Maar heel erg leuk. Ook leuk gewoon als soepglaasje dus. Deze ga ik ook gebruiken voor een DIY. Het is een soort wol. Echt, op de foto leek het veel dikker. Maar dit is alleen maar mooi, hè. Helemaal voor het idee wat ik ermee heb. Dus ja, dat komt ook in een DIY. Dan heb ik van PTMD deze metalen standaard. En het leuke is dat hier geen pin, maar een gat in zit. Dus je kan er iets van een tak in doen. Dus daar heb ik een leuk idee mee. Komt eigenlijk echt weer een toppertje. Hier komt echt een mooi kerststuk in. Van PTMD weer. Eindelijk is een keer weer een bootschaal. Het was moeilijk te vinden. Maar ik heb er weer eentje gevonden. Kom ik zo. Deze aluminium. Borden, echt heel gaaf. Wat een dijk, mooie kwaliteit, echt heel gaaf. Deze zijn echt geweldig. Echt heel dik glas, echt wow. Heel mooi. Wauw, dit is ook echt heel mooi. Ook van PTMD. Prachtig. Het wordt een beetje donker, maar deze is ook echt heel tof. Zo, het is onze avond en ik ben echt 3 dagen alleen maar inpakken geweest. Niet erg, want alles is nu weer altijd weg. Het is ondertussen vrijdagavond en ik ga video's opnemen, zodat
Ja, vanaf maandag begint dan de Winterwonderweek. Als jullie deze vlog kijken, is die al begonnen. Winterwonderweek. Er komt gewoon een extra video in de week. In de kerst, de kerstweken. Tot aan de kerst komen er dan 3 video's in de week online. Ook de maandag. Dat betekent ook dat ik meer video's moet opnemen. En dat betekent ook dat ik de avonden langer doorwerk. Maar dat is eigenlijk met de kerst wel een beetje vanzelfsprekend. Het hoort er een beetje bij. En het is ook wel weer leuk. Het heeft ook wel weer wat. Dus ik ga nu aan de slag met deze toffe ring. En dit heb ik allemaal al voorbereid. Daar heb ik al heel veel van klaar, ook in het roze. En ik ga daar kerstgroen bij verwerken. In ieder geval, gauw aan de slag. Goedemorgen. Het is een nieuwe week, nieuwe ronde, nieuwe kansen. En ik ga gauw naar binnen om bloemen te halen. Dus gauw die kant op. Zo, goedemorgen. We zijn ondertussen een paar dagen verder. Een paar dagen met alleen maar inpakken, inpakken, inpakken. Dat heb ik jullie bespaard. Maar nu ga ik nieuwe video's opnemen. Dus dat vinden jullie vaak wel leuk om te zien. Dus ik neem jullie weer mee. Daarnaast ben ik vandaag ook bezig met een sale shopblog. Sale. Ja, ik ben salefilmpjes aan het opnemen. Deze plaats ik op Facebook of Instagram. Als jullie deze vlog kijken, is er natuurlijk al geweest. Ik weet niet of er dan nog wat online staat. Ik denk het haast niet, want de sale is zo ver afgeprijsd. Maar mocht je het leuk vinden, kan je me natuurlijk ook altijd volgen op Facebook of Instagram. Ik zal het eventjes hier rechts onderin zetten hoe ik heet. Daar meld ik het namelijk altijd als ik weer zoiets heb. En het is vaak last minute een beetje. Ik denk na de kerst dat er ook weer een grote sale komt. Maar dat is afhankelijk natuurlijk van wat er over is. En dus mocht je dat leuk vinden, kan je me daar volgen. Nu ga ik aan de slag met nieuwe video's. En ik heb een heel leuk frame om mee aan de slag te gaan. Ik wilde eigenlijk wat meer opnemen, dus kijk gezellig mee. Zo, die staat erop. Hij is echt heel erg leuk. Vooral met de lampen uit. Ik zal het even laten zien. Kijk, zo is die extra gezellig. Echt heel erg leuk. Zo, kunnen jullie hem weer wat beter zien. Nou, die staat er dus op. Echt een toppetje. Ik ga de video in elkaar zetten. En dan ga ik nog wat video's opnemen. Je hoort de hond op de achtergrond knorren. En die staat te slapen. Een leuk frame. Een leuk bloemstuk. En naar ieder wens te maken. En ik leg ook wat dingetjes uit. Deze zijn heel leuk, deze balletjes. Want hier kan je een fotootje of een kaartje in doen. Dus daar kan je eventueel ook een persoonlijke tekst of zo opzetten. Ik weet niet, als jullie deze vlog kijken, of dit pakket al online staat. Of dat hij later online komt. Omdat ik nu zoveel video's maak, weet ik niet wat wanneer online komt. Dus dat. En echt leuk. Heb ik hem nou net per ongeluk gesloopt? Volgens mij wel. Gelijk weer zo'n blooper. Goed, ik ga verder en ik ga de video in elkaar zetten. Zo, er kwamen uiteindelijk nog heel veel bestellingen bij, waardoor het niet meer is gelukt om nog een video op te nemen. Maar dat is niet zo erg, ik hoop dat het morgen weer lukt. Al zijn er vanmorgen ook veel bestellingen, maar we zien het. Goed, vergeet vooral eventjes niet te kijken bij Anna Luisa. Ik zal het link hier neerzetten. Ik ben er heel blij mee, zoals je ziet draag ik ze nu volop.
doe eigenlijk nu niks meer anders in, want ja, het zit gewoon goed en fijn en ja, heel erg blij mee. Dus vergeet daar vooral inderdaad te kijken en ja, ik wil jullie bedanken voor het kijken. Ik hoop dat jullie het een leuke vlog vonden. Het is een hele lange vlog geworden, maar dat vind ik wel weer super leuk. Er komen dus weer veel kerstvideo's aan en ja, ik geniet er volop van. En ik hoop jullie ook. Laat het hieronder even weten. Ik wil jullie bedanken voor het kijken en we zien bij de volgende keer weer. Doeg!